welkom in deze nieuwe vlog. Het is vandaag vrijdag, dus week 5. Het zit er eigenlijk bijna op. Altijd een leuke dag vandaag vrijdag. We maken dan de quiz van Karrewiet, dan moet ik ze beat aan beginnen. Dus dat is eigenlijk altijd wel chill. Van het weekend gaan we ook schilderen, dus we hebben sowieso al plannen. Dat maakt het in de quarantaine toch iets makkelijker. We gaan de living schilderen. Dus ja, het wordt leuk. Ik neem jullie sowieso weer mee. En ik ga nu starten eerst met de logopedie, want we doen dat blijkbaar nu ook van op afstand. Dus here we go. Met dat monteren van die vlog ontdekt dat mijn stoel hier, die ik nu heb als bureau stoel, is eigenlijk vooral voor de sier. Dus ik ben beneden iets anders gaan halen. Past totaal niet in mijn interieur, maar wel een bureau stoel. Dus ik hoop dat dat iets beter gaat zitten om te werken. Oké, we zijn naar buiten. Ik heb de laatste post gemaakt, dus het weekend kan beginnen. Het werk zit erop. We gaan nu nog even een beetje een wandeling doen met de mama over hier. En dan ga ik nog een stuk schilderen. Heel spannend. De ladder genomen, ik heb mij omgekleed en ben helemaal klaar om dat stukje daar van boven bij Barry de Beer te schilderen. Het is eigenlijk vrij laat al, vrijdagavond. Ik heb alles nog afgeplakt voor het schilderen morgen. Het schilderen op zich is klaar. We hebben een ander probleem. We hebben daar juist ontdekt dat iets lekt en onze elektriciteit sprong ook elke keer. Nu hebben we ontdekt dat dat een diepvriezer was. Alleszins dat hopen. Ze hebben een diepvriezer weggedaan. Er komt morgen een nieuwe hopelijk, dus dat komt allemaal goed. Dus dat heb ik daar net nog gedaan. En laten we hopen dat morgen het klussen dan iets vlotter verloopt. Hey, welkom op deze zaterdag, vrienden. Ik heb mijn schilderkleren al aangetrokken, klaar om deze muren hier achter mij te schilderen. Subiet komt ook onze nieuwe diepvriezer aan. En we gaan vanavond na het schilderen frietjes halen van de frituur. Dus eigenlijk gaan deze dag al niet meer stuk. De nieuwe diepvriezer is er al, de man is komen brengen. Ik heb met die man ook de oude in zijn camion gedragen. Het was een aparte ervaring. Ik ben nu volgens mij onderdeel van Coolblue. Heel spannend. Dus de diepvriezer is koud aan het worden. Kunnen we straks ijsjes inzetten. En dan gaan we nu schilderen. Hè. Voilà, eerste laag staat erop. Dekt supergoed. We zijn ook veel sneller klaar dan we hadden gedacht. Dus we gaan nu eten en dan gaan we daarna de tweede laag zetten. Klaar voor ronde 2. Het is maar kwast bij 3 en we zijn al klaar, dus de tweede laag staat erop en het is helemaal in orde. Dus die muur is in orde en deze muur. Dus we gaan straks alles terugschuiven en dan zijn we al klaar voor dit weekend. Voilà, alles is gehilderd, alles is gekuist. We zijn echt goed bezig vandaag bij zaterdag. En nu gaan we naar de winkel eerst even snel en dan gaan we de frietjes halen. Party! Goedemorgen, het is zondag vandaag. Normaal gezien zouden we vandaag de tweede laag zitten op het schilderen, maar dat is allemaal gebeurd. Dus ik had eigenlijk niet veel meer te doen. Maar ik heb dan besloten om de kamer te kuisen. Dus ik werk hier nu al 5 weken ongeveer, week 6 gaat beginnen. Dus het is tijd om die boel hier eens te kuisen. Dus dat ga ik nu doen. Hey vrienden, welkom. Het is maandag vandaag. De 6e werkweek thuis is gestart, dus we zijn er klaar voor. We moeten gewoon heel de week werken. Ik heb alleen deze week iets nieuw, want vorige week op het einde van de week kreeg ik keiveel nekpijn en ik had zoiets van, hoe kan dat? Allee, zo raar. Maar zo erg echt dat ik ook heel het weekend hoofdpijn heb gehad. Nu heb ik ontdekt dat mijn bureau was die te laag was, dus start ik deze week met een nieuw bureau. Super spannend. Alright, het is 12:30, dus ik ga nu eten. Het is vandaag een beetje alleen. De mama die is er niet, want die heeft opvang op school. En dingen met die laptops voor pre-teaching en zo. Maar gelukkig ben ik niet helemaal alleen, want kijk eens wie daar is. Ik ben helemaal klaar naar de winkel te gaan. Even snel tussen het werken door. Het is wel even lastig, want er is heel veel wind. En ik moet flessen zeulen en zo. Dus dat wordt heel spannend. Maar we gaan zien wat gaat lukken. In de vorige vlog heb ik een oproep gedaan, een kleine giveaway voor kaartjes. En eigenlijk is dat keigoed gegaan, dus er hebben 5 mensen gereageerd en ga ik een kaartje naar opsturen. Dus ik ga die wel eerst nog even ontwerpen en dat ga ik nu doen. En dan ga ik daarna het opsturen via Bpost. Mama en ik zijn toch even gaan wandelen. De mama is terug. Mm. We zijn even gaan wandelen naar de ijsjesman. Want we gaan ijsjes kopen en kunnen we die vanavond opeten in de diepvries steken. De nieuwe diepvries.
Voilà, de werkdag zit erop. Het was een goed gevuld programma. Heel veel gedaan vandaag. Maar het is allemaal gelukt, dus dat is altijd goed. Voor de rest is dit het voor deze vlog. Ik ga zometeen nog een ijsje eten. Merci om te kijken. Blijf in uw kot. En tot de volgende vlog. Bye bye.